Ik loop hier in de straat Schoterveld in Nieuwveen. En ik ben op weg naar de heer Van Kapel. En ik heb een mooie doos meegenomen. Daar zitten allerlei energiebesparende dingen in, waarmee je eigenlijk kan zorgen dat je minder energie gebruikt en er ook besparing hebt natuurlijk. We zien natuurlijk dat de energieprijzen zijn behoorlijk stijgend. Dus het is de moeite waard, zeker in deze straat met huurwoningen, om te zorgen dat je met deze maatregel, ik ga het zo even uitleggen, misschien minder energie gaat gebruiken en er ook een lagere energielasten krijgt. Dus ik ben bijna bij de heer Van Kapel en ik ga hem even uitleggen wat hij hiermee kan doen. Ja, hier laat ik zien aan de heer Van Kapel welke producten er allemaal zijn. En dat zijn er best heel veel. Ik heb een kleine selectie gemaakt die heel erg goed bruikbaar zijn. Makkelijk zelf zijn te monteren of te installeren. En op de website van Duurzaam Bouwloket vindt u allerlei tips om energie te besparen. Het wordt de inwoners heel gemakkelijk gemaakt. Op de webshop kunt u precies zien hoe u de producten kunt bestellen, digitaal. Maar u kunt gewoon naar de leverancier in Nieuwkoop gaan en dan kunt u later de bonnetjes declareren. Dus log even in en u kunt bestellen en met een paar dagen heeft u het ook binnen. De inwoners kunnen voor maximaal €70 aan middelen bestellen. Ja, en let wel op. Op is op. Tot ziens, succes. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat de heer Van Kapel wel snapt ongeveer wat hij wil gaan doen op gebied van energiebespaarde maatregelen. Maar mocht u het nou niet weten, u bent radeloos, waar moet ik aan beginnen? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de energiecoaches. En moet u even inloggen bij de gebiedscorporatie van de gemeente Nieuwkoop. En dan kunt u verwezen worden, het is kosteloos, gratis. Dan krijgt u advies waar u het beste mee kunt beginnen. En misschien wilt u meer doen, dan kunt u daar ook advies over krijgen.